En, dames en heren, geen installatie zonder de persoon in kwestie. Arjen Gerritsen, van harte welkom. Of beter gezegd, welkom thuis. Door na mij te bevestigen met de woorden "zo waarlijk helpen mij God almachtig", legt u in handen van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, in gevolge artikel 65 van de gemeentewet, de bij het ambt horende eed af. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks mogmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk ook met mijn God, oma. Je zei het zelf afgelopen week tegen mij. Ik kan niet wachten om in Almelo aan de slag te gaan. En na vandaag, vandaag nog niet, maar na vandaag is het zover. Ik zou zeggen, zet hem op. En dan nog even uur. Burgemeester Gerritsen. Namens de Raad van Almelo wil ik u van harte welkom heten als burgemeester van onze stad. Nu ook uw stad. En als voorzitter van onze raad, nu ook uw raad. Beste Arjan en familie, welkom in Almelo. Het is al een paar keer gezegd, maar nog weer welkom namens de raad. En dan met de woorden van, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Hans Uman, burgemeester van Koesveld, te spreken, dat zei hij bij uw afscheid, welkom in het uw regiogebied Twente. Familie Gerritsen, burgemeester. De gemeenteraad van Almelo wens u een goede en gelukkige tijd toe in Almelo. Dank u. Ik kan u niet vertellen hoe het voelt om maandenlang te moeten wachten om deze dag mee te maken en mevrouw de lokale burgemeester pas morgen te moeten beginnen. Maar ik ben nu hier en ik mag me nu tot u richten. Trots om omhangen te zijn met de ambtsketen van de stad waarmee ik mij feitelijk al een leven lang verbonden voel. En van achter de spreekgestoelte zie ik veel bekende gezichten. Uiteraard, ze zijn al genoemd, mijn gezin, met wie we vanavond nog een hartig gesprek moeten voeren. Ja. Mijn familie, tal van vrienden die ik hier in de zaal ontwaar. Vrienden die binnen en buiten dat mooie vak dat ik mag hebben, werkzaam zijn. Mensen die mij persoonlijk op uiteenlopende momenten in mijn leven, op uiteenlopende momenten ook in de afgelopen maanden en jaren, tot steun zijn geweest op verschillende manieren. Het is niks gewoon en niks te klein, het is precies zo hard me wen. Almelo mooi gewoon. En lang geraakt van de Beatles af, heb je Johnny Jordaan, het dak op zijn brak. Almelo mooi gewoon. Goedemiddag. Hi. Asra, Ilse, Daphne en zo, oh, de mooiste mix van Almelo.